Mijn naam is Lisa van As. Ik zit in de band POM en ik studeer psychologie. We zijn in Concerto, dat is een platenwinkel in Amsterdam, in de Utrechtse straat. En wij gaan zo meteen een in-store spelen, omdat ons album vandaag is uitgekomen. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat we het voor een publiek gaan spelen. We maken fuzzpop, zo noemen we het tenminste. Het is eigenlijk gewoon indie rock, een beetje poppy, een beetje fuzz. Dus dat. Princess that needs to be protected. I'll kill you with my own. De band ben ik begonnen toen ik nog op het MBO zat. Ik studeerde muziek bij het ROC. Ik zing en ik schrijf de teksten. Als het met de muziek uiteindelijk heel goed gaat, dan neem ik misschien een tijdje pauze met studeren. Dus dan rond ik mijn bachelor af en dan misschien neem ik een paar jaren waar ik gewoon alleen muziek ga maken. Ik denk dat het helpt dat ik allebei heel leuk vind en dat muziek zich veel afspeelt in de avond en school overdag. Maar ook helpt de UvA me er best wel goed mee. Dus ik heb een jaar extra school genomen om gewoon wat meer tijd voor alles te hebben. En als ik bijvoorbeeld op tour ga of zo, als ik dan een werkgroep mis, dan kan ik extra opdrachten maken, dus dat ik daar niet mee in de problemen kom. Ik zou nog steeds graag psycholoog willen worden. Ook omdat we best wel drukke muziek maken en ik zie mezelf niet de muzikantenlevensstijl doen als ik van 40 ben. Als je eenmaal fulltime muzikant bent, dan toer je gewoon soms constant, laat naar bed, veel drukte, chaos. Ja, ook de muziek die we maken kan best wel luid zijn, geschreeuwen. We hadden vorige zomer 60 shows in totaal in het jaar. Voor de rest hebben we heel veel Duitsland al gespeeld. En we zijn laatst naar Spanje geweest, wat ook echt heel leuk was. Het album heet We Were Girls Together. En het gaat over mijn opgroeien van puberteit tot jongvolwassen zijn eigenlijk. En over een soort van natuurlijk heel veel moeilijke dingen die iedereen meemaakt als ze puber zijn. Maar ook wel specifieke dingen waar ik heel veel last van had. Qua mentale problemen, maar ook hele leuke dingen zoals hoe je vriendschappen maakt als je jong bent en wat je allemaal meemaakt en hoe je soort van je identiteit aan het vormen bent. Mijn realistische droom is, ik zou gewoon graag clubtours door Europa en door Nederland willen doen en muziek maken die mensen leuk vinden. Ik hoop vooral dat mensen gewoon ervan genieten. Dat is het.